Wat heb je moeten doen om in de tourploeg van Team Ineos te komen? Ik heb eigenlijk niet veel anders gedaan dan vorig jaar. Hard getraind, hoogtestages geweest. Ik ben misschien nu ietsje beter. Vorig jaar was je ook al goed en toen was het net niet. Wat heeft het verschil gemaakt? Ja, ik ben nu denk ik nog wel ietsje beter dan dat ik vorig jaar was. En nu weten ze wat ze aan me hebben. Ik heb Vuelta gedaan vorig jaar. En vorig jaar wisten ze eigenlijk helemaal niet hoe goed ik ook bergop kon rijden. En ja, heb ik ze wel een klein beetje verbaasd in Tenerife. Het hoogstagekamp. Nu weten ze wel wat ze aan me hebben. En dan ging ik eigenlijk weer in dezelfde flow verder. Wordt je vierde Tour. Maar het zal een volledig andere worden dan de voorgaande drie. Ja, dat denk ik ook wel. Als je ziet hoeveel pest er op deze persconferentie was. Dat geeft al aan hoe belangrijk de Tour is voor deze ploeg. En ik ben blij dat ik er deel uit van mag maken. Hou je ook nog rekening mee met misschien wel een dagje voor eigen succes gaan? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben hier echt voor de ploeg. En daar hou ik eigenlijk geen rekening mee. Maar goed, kan natuurlijk wel eens in een gekke situatie. Mocht je een keer meespringen dat je voorop blijft. Of gaat dat echt gewoon niet gebeuren? Je weet natuurlijk nooit hoe de koers gaat lopen. Maar dat is niet de intentie dat ik hier ben. In Dauphiné was het ook niet de intentie om daar voor die ritzegen te gaan. Maar ja, uiteindelijk zat ik in die positie en kreeg ik wel de groene vlag. Je bent afgevallen, je bent beter gaan klimmen. Waar ga je dat op? Of moet je daar ook wat inleveren wat betreft je klassiekers? Ja, de klassiekers die zijn weer in april. En nu focus ik me op mijn taken in de Tour. Maar ik denk niet dat dat mijn nadeel zal gaan werken. Kijk, dit jaar had ik wat pech met dat ik mijn hand brak op een heel vervelend moment. En was ik niet op het niveau dat ik wilde zijn. Dus ja, ik nu eerst de Tour.